De vrouw die donderdag 15 juni ernstig gewond werd gevonden op de Zwartendijk tussen Monster en Naaldwijk is waarschijnlijk door een noodlottig ongeval gewond geraakt. Dankzij een getuigenoproep, onder meer bij de WOS, vielen de puzzelstukjes in het onderzoek op zijn plaats, aldus de recherche. Op de dag van haar vondst deed de politie uitgebreid onderzoek in en rond haar woning in Naaldwijk. Een week na de vondst was er een passantenonderzoek. Ze kwam volgens de politie waarschijnlijk ongelukkig ten val. Een ambulance bracht haar naar het ziekenhuis.